Er is een hele discussie gaande over het feit dat we in Europa bezig beter met de trein kunnen reizen dan met het vliegtuig. Om de bekende idealistische en praktische redenen. Als je er dan zo'n onbeschrijfelijke puinzooi van maakt, dat is toch een vorm van gevaarlijke krankzinnigheid. Het awesome. Kunt u mij horen? Nou, wat andere aflevering dan normaal. Niet vanuit de auto deze keer. Maar ik ga proberen om Maarten te pakken te krijgen in Wenen. Daar zit hij op zijn hotelkamer. En daar is hij voor een studiereis. Dat moet hij zo meteen zelf maar even uitleggen. Daar, Tom. Hey Maarten, hallo. Ik zie je zitten. Nou, wat mooi. Kan je prima verstaan bovendien. Nou. Ik zal even mijn leesbril afzetten, en mijn, mijn deftige bril opzetten. Dat is goed. Dat scheelt daar weer. Ja, dat is voor de podcastluisteraars ook fijn dat ze dat weten. Ja, hoewel die, het zit niet lekker, moet ik zeggen. Hey, de, mijn, mijn, deze, deze deftige bril die is eigenlijk te, te kort bij. Wat vond je van die Neeus Bril? Die vond ik ook goed. Die stond je ook goed. Ze staan bijna zeer intelligent. Ook zeer intelligent. Ja. Oh kijk eens, nou dan hou ik deze bril op, want ik kan je nu beter zien dan met die andere bril moet ja. ik bekennen. Het is een uh, wonder dat het zo lukt, want je bent de, denk ik de meest a-technische onhandige persoon die ik ken. Dus dat we op deze manier contact met elkaar kunnen hebben is bijna wel een wonder toch? Ja, maar en dan moet ik bekennen, ik heb er niets aan gedaan. Jij hebt mij gebeld en ik heb opgenomen en nou ja, dit is het resultaat. Dus uh, ik ben er heel tevreden over. Maar ik kan me er niet op voor laten staan. Dat is onmogelijk. Nee, en waar zit je nu? Ik zit nu op mijn hotelkamer. Want ik dacht, ja, ik moet, ze moeten ergens even die opname maken. En om dat naar buiten te doen, leek me niet zo geweldig. Bovendien is het hier buiten een beetje, een beetje grijzig en koud. Het is ongelooflijk koud in allerlei opzichten. Uh, en dat dus. Ja, dan kun je beter hier zijn. Hier schijnt de zon. Het is goed voor jouw zonnepanelen, dit weer. Ah, maar dan is het iets nieuws, want in Nederland was het ook niet zo best weer. Nee, maar nu is het echt uh, heel vrolijk paas weer. Oh, kijk eens. En ook, ook een beetje een schappelijke temperatuur. Heerlijk. Volgens mij richting de 16, 17 graden. Zo, zo, zo. Dan zitten we hier dus verkeerd. Nou ja, ik kom maandag pas per trein naar huis, dus ik kan er voorlopig niet van genieten. Maar we hebben natuurlijk wel een uitzonderlijk koud voorjaar achter de rug. Ja. ja, wat voor de luisteraars die nu denken: waarom zit Maarten in Wenen? Misschien moet je dat eventjes uitleggen. Van, uh, wat is de reden ja, daarvan? Uh, ik zit in Wenen omdat ik participeer in een uh, soort van culturele reisgroep. Uh, door een cultureel reisbureau. Ik mag natuurlijk geen namen noemen, want dan is het reclame. Nou, je mag dus... wel namen noemen hoor. We maken onze eigen regels, hè? Dus je mag alles noemen wat je wil. Is dat zo? Ja, wat mij betreft wel. Krijgen we geen boete dan? Van de commissariaat? Nee, denk ik niet. Ik denk niet dat dat voor podcast geldt. Wel nu, deze reis is georganiseerd door een bureau, een reisbureau, wat zich bezighoudt met dit type van culturele reizen. En dat bureau heet La Bries. En, en nou ja, dit is een groep van uh, ongeveer 25 personen. De reisleiding is in handen van Willem Melving. Uh, niet in mijn handen, Godzijdank, want anders zou alles fout gaan. <laughs> ik, ik ben er alleen bij eigenlijk om af en toe wat uh, wat nadere informatie te geven, commentaar, zaken van commentaar te voorzien. Dat is zo'n beetje mijn taak. Ik bedoel, organisatorisch ben ik volkomen hulpeloos. En waarom zijn jullie naar Wenen gegaan? Dat hadden we vorig jaar besloten, Wenen te doen. En het, voor zover ik me herinner, was dat eigenlijk voornamelijk omdat ik weer behoefte kreeg aan een zogenaamde keizersmarren. Dat is een uitgesproken Oostenrijks gerecht. Ik geloof ook dat je het in Zuid-Duitsland kunt krijgen. Je moet keizersmarren, kun je het beest, beste beschouwen als een soort... Um, Jeetje, nee, hoe moet ik dat beschouwen? Uh, poffertjes, uh, maar dan uh, kapot gemaakt. Nee, ja, die, die, ja, een soort van, maar het is niet echte poffertjes. Het is een roerpannenkoek. En er wordt pannekoekendeeg gemaakt en er zitten dan rozijnen in, in en zo. En, en in plaats van dat er een vaste koek ontstaat, wordt het een beetje geklopt, waardoor het uit stukjes bestaat. En die worden geserveerd met een hoop suiker en met een soort pruimencompost. En ik ben daar dol op. Je vraagt een stuk waarom heet het in godsnaam keizersmaren? Omdat eh, Frans Jozef, de inna laatste keizer van de dubbelmonarchie. Die ging wel eens naar de keuken, en dan hoopte hij dat de pannenkoeken mislukt waren. En eigenlijk een beetje een rommeltje waren geworden, en dat waren de keizersmaat. En het is natuurlijk vanwege zijn belangstelling voor dit op. Want dat is de kern van het gerecht, het is eigenlijk mislukt. Het is eigenlijk een mislukt gerecht. Maar de keizer was dol op mislukte gerechten. En je weet dat heel veel mensen, ik ook, zijn dol op mislukte gerechten. En je hebt ook vaak dat zo'n cake wordt gebakken, maar het gaat niet helemaal goed. En dan zijn er een soort kleffere stanten die ook gebakken zijn, maar die zijn vaak ongelooflijk lekker. En zo is het eigenlijk ook met de keizersmarkt. Dat het zo'n groot succes is geworden, is dus eigenlijk een wonder. Ja, ja, nou ja, omdat er vaak niet goed wordt nagedacht over uh, kokerij. En dat uh, kokerij natuurlijk voor een belangrijk gedeelte gestuurd wordt door allerlei rare pretenties. Uh, en tegelijkertijd door het uiterlijk van wat, van wat er gekookt wordt, krijg je vaak zaken die eigenlijk de mensen helemaal niet zo vreselijk lekker vinden. Terwijl dus dit soort van mislukte gerechten nou juist zo uniek lekker zijn. Mm. Vaak zijn mislukte dingen in allerlei opzichten leuker dan gelukte dingen. Ik wil dat nou niet uitbreiden dat mislukte mensen in het algemeen leuker zijn dan gelukte mensen, maar ook daar als je er even over nadenkt. Daar zit toch wel iets in eigenlijk. Want... Ja, dat is heel populair op wintersport ook hè, dat gerecht. Oh, nou, goed zo. Bij mij natuurlijk, ik ben geen wintersportman. Nee, dat man, weet je niet natuurlijk. Hè. Dat interesseert me niet zoveel. Maar in mijn herinnering dachten wij bij onszelf, Willem Melking en ik, weet je wat, we willen wel weer eens keizersmaat eten. En bovendien hadden we de Duitslandreizen allemaal al vijf of zes keer gedaan. En zodoende dachten we, weet je wat, we gaan naar Wenen. Zo gezegd, zo gedaan. En bovendien besloot ik eigenlijk al in een vroeg stadium dat ik per trein naar Wenen zou ja. gaan. Je moet even je hand bij de microfoon weghalen Maarten, want volgens mij heb je oh. de hand voor het microfoontje. Je kunt, je kunt hem ook gewoon op de tafel neerleggen hoor, dan horen we het ook wel. Oh wacht even, ik ga mij even tegen zetten. Ja, dat is ook goed. Anders het ja, het klinkt het zo'n dof geluid hoor je dan. We... Een dof geluid. Ja, moeten we niet hebben. Dat was dit Beter? Ja, nu staat hij tegen je laptop aan, of niet? Nee, hij staat niet <laughs> tegen, het. tegen de instructies van Hotel Keizerhoofd. Dat maakt Kijk ook niet nul. Ik kan echt niks vinden waar ik dat ding eens tegenaan kan zetten. Zijn er geen speciale iPhone uh, 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 dingetjes in de handel waar je de iPhone tegenaan kan zetten? Nou, zo'n selfie stok kun je installeren. Dan kun je hem de hele tijd vasthouden. Nee, ah, dus. ah, nu de iPhone tegen een boek aanzetten wat ik zit te lezen. Oh ja. Welk dat boek heet, is het trouwens? Dat heet Stadsjungle. Een vertaling van een Engels boek wat vanzelfsprekend Urban Jungle heet. En dat gaat eigenlijk over de natuur in de stad. En hoe succesvol de natuur vaak in de stad is. Omdat de natuur natuurlijk vooral op het platteland keihard wordt aangepakt in verband met de agrarische belangen. En die keiharde aanpak is in de stad wat minder geslaagd en mensen zijn daar ook wel wat minder in geïnteresseerd, zodat in de stad in het algemeen een heel levendige natuur is ontstaan. Ik meen ooit een tijdje geleden een film te hebben gezien over Amsterdam en wat voor beeld daar in Amsterdam voorkomt. En ik denk dat iedereen je kan vertellen hoe uh, het vossenbestand in Londen bijvoorbeeld van zee aanzienlijke omvang is. Die vossen doen het daar goed. En je begrijpt natuurlijk, die vossen zijn waarschijnlijk gevlucht van het Engelse platteland. Waar ze door die malle vossenjachten achter de vodden worden gezeten. Al is dat volgens mij al jaren geleden verboden. Helemaal zeker weten doe ik dat allemaal niet. Maar hoe dan ook, de steden zijn eigenlijk in allerlei opzichten. Hoe gek dat ook klinkt, een soort natuurparken geworden. En we kunnen daar wel iets van leren. Ik ben nog niet erg gevorderd, maar ik beloof dat ik het... Als ik het helemaal gelezen heb, zal ik erover rapporteren... en uitleggen hoe leuk dat eigenlijk is. En ja. hoe par paradoxaal het natuurlijk ook eigenlijk is. En weet je al wat we ervan kunnen leren of ben je zover nog niet? Nou, met name dat we op moeten houden met alles vol met vergifte spuiten. Niet waar, ten behoeve van de landbouw, dat is een hele ongelukkige ontwikkeling. En daar moeten we vroeg of laat, moeten we daar helemaal vanaf. Eh, en natuurlijk, dat geldt ook voor allerlei, eh, laten we zeggen, gevarieerde begroeiing op het platteland, die de agrariërs niet zo uitkomt. Eh, en die, waardoor aan die gevarieerde begroeiing eh, een eind gemaakt wordt. Nogmaals, ik rapporteer erover zodra ik het boek helemaal heb gelezen. En ik daar ook allerlei lessen uit kan trekken, want dat is natuurlijk wel evident de bedoeling van dat boek. Nu staat overigens de iPhone tegen dat boek, dus het boek heeft meerdere nuttige doelstellingen. Je kunt er ook een iPhone tegen zetten als je zo gauw niet een standaardje kunt vinden voor je iPhone. Ik was gebleven bij de constatering dat ik al in een vroeg stadium besloten had dat ik per trein naar Wenen zou gaan. Ik heb ervaring met nachttreinen uit het verleden. Nou, de kans dat je daar nou ook dicht doet op die stomme plank. in zo'n coupé, die is 0,0. Dus ik dacht, het moet de nachttrein worden. Ik had dat natuurlijk besloten uit, uit de bekende, van mij bekende idealistische overwegingen. Dat je beter met de trein kunt gaan dan met het vliegtuig. omdat de jeugdgrondreiniging door het vliegtuig erger ja, is dan die met de trein. Maar bovendien natuurlijk ook omdat ik eh, in deze zomer. Heb kunnen genieten van het bijzondere, unieke, volstrekt chaotische karakter van onze eigen nationale luchthaven. Schiphol, geen mens wens je dat toe. Dat is zo erg, dat is zo volkomen idioot. Ik heb, het, heb ik ooit iets over gezegd, dat ben ik eigenlijk vergeten. Nee, volgens mij niet. Volgens mij heb je daar heel weinig over gezegd. Nou, het is verschrikkelijk. <laughs> laat, ik, laat ik het even, in ieder geval, het gekste aspect daarvan even kort samenvatten. Kijk, dat je bij een vertrek eh, eindeloos in een rij moet staan, dat zal alle Nederlanders in de laatste maand wel bekend zijn, maar het gekste van allen was dat toen ik terugkwam uit de Verenigde Staten, dat we niet zo, want normaal gesproken wandel je dan er doorheen en dan pak je je koffer op, als je nog een koffer in het ruim hebt zitten, die heb ik nooit, ik heb altijd alleen maar handbagage, kan ik iedereen van harte aanbevelen aan bevelen, zorg dat u beperkte handbagage heeft en niet zo'n... Zo'n verpakking, waar je de indruk van hebt dat mensen bezig zijn om te emigreren met zo'n hele hebben en houden. Uh, dus ik dacht: ik loop eruit en ik heb er niks aan te geven. Ik heb alleen handbagage, al dus hoppakee, ik sta binnen vijf minuten buiten. Nee, niet op Schiphol. Nee, wij werden opgesteld in Rotterdam drie, in enorme rijen. Eh, want het zou naar eh, beneden in die hal waar je dan aankomt, zou het zo druk zijn dat ze konden niet aan. Ik had naar beneden gekeken hoe het daar was, dus ik zei tegen die kodderbijer die dit organiseerde, zei ik, ja dat is helemaal niet waard. Dus het is helemaal niet zo verschrikkelijk druk beneden, ik wil er alleen maar uit, that's all. Eh? Nee, dat kon ik zomaar niet bepalen, ik heb dan drie kwartier gewacht. Simpelweg om van die kloten luchthaven af te komen. Het is verbijsterend. Ik vond het verbijsterend. En het is, als ik erover vertel, nog steeds verbijsterend. Ja, nou ik maakte of, net eigenlijk een grapje. Want er is een hele aflevering over verschenen afgelopen zomer. En die heette De hel die Schiphol heet. Dus mensen die dat als, nog een keer willen horen, die kunnen een half uur over Schiphol geklaagd uh, kunnen. Oh, kunnen nou, genieten. je mag dit ook weer knippen, maar het doet Zodra ik aan denk, kan ik, kan ik mij alweer enorm opwinden over hoe is het gods mogelijk ja. dat je van zo'n betrekkelijk simpele activiteit als het verlaten van een luchthaven zo'n totale chaos kunt maken. Dat, dat is toch een, die mensen zouden allemaal een speciale medaille moeten krijgen die dit veroorzaakt hebben. Het is ongelooflijk. Maar dan heb ik gehoord van mensen die bij jou waren. die zeggen: Maarten is vrij bot altijd op de luchthaven. want hij doet altijd heel gemeen tegen het personeel daar. En dan ja, krijg je ook een beetje een bozige reactie terug. Ik doe helemaal niet gemeen tegen het personeel. Ik gedraag me als een normaal mondig wezen. Ja? Ik vroeg in, in. waar was dat? In, in Calgary, in Canada. werd ik over een afstand van ongeveer 100 meter driemaal naar mijn paspoort gevraagd. En de derde keer zei ik tegen die man: zijn jullie gek geworden? <laughs> Wat is dit voor onzin? Denk je dat mijn paspoort de afgelopen 95 meter veranderd is of zo? Waar is dit goed voor? Ja, en dan krijg je dus een grote mond van, van hè, de bekende kolderbijers die ze voor dit soort van werk aannemen. En dan geef ik hem een grote mond terug. <laughs> maar dan escaleert het exact. toch. Zij zijn er om dienst te verlenen, niet om mij, om mij af te bluffen en laat staan om mij drie keer over honderd meter naar mijn paspoort te vragen. <laughs> het, 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 is, het, het zijn prutsers, het zijn gewoon ongelofelijke prutsers. En bovendien nemen ze het soort van mensen aan wat het heerlijk vindt om, om gezag uit te oefenen. Hè? Om mensen op hun plaats te wijzen, achter strepen te houden, idiote opdrachten te geven en langdurig laten wachten naar we maar dus van, ik, ben, ik ben, nogmaals, ik ben in het algemeen een heel vriendelijk en empathisch mens. Maar op luchthavens en zeker op Amerikaanse luchthavens. Waar is er echt het bloed onder je nagels vandaan? Ik bedoel, ik weet dat het overdreven is, maar je denkt waar halen ze deze godvergeten fascisten vandaan? Maar dan kun je je emoties niet beheersen? Nou, het, ik, ben, ik ga niet over tot geweld. Dus op zichzelf, ik. ik ik wijs ze op scherpe toon op de gebreken in hun gedrag en op de zonderlinge principes waarom dat, waar dat gedrag op gebaseerd lijkt te zijn. En ja, dat horen dat ze niet graag, zoals je weet, want je wordt al heel snel bedreigd met oh, eh, wilt u even meegaan of zo, of een ander soort van flauwekul. Nee, het is, een, het is een industrie. Nou ja, overigens, op grond van deze ongelukkige overwegingen eh, gebeurt er niks had ik besloten, ik ga per trein naar Wenen. Want het reis ging naar Wenen. En ik dacht, dat is natuurlijk goed voor de planeet te beschermen tegen uitstoot van gevaarlijke stoffen. En bovendien kan ik zo vermijden dat ik te maken krijg met de halve garen die onze reisindustrie runnen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik had een eerste klas kaartje, laat ik dat er nog maar even bij zeggen. Dat bleek eh, overigens betrekkelijk eh, goed, eh, goedkoop te zijn. Dat we zeggen, het prijsverschil met tweede klas was niet zo verschrikkelijk groot. Het was natuurlijk ook heel vol geboekt. Dus opgewekt en wel stap ik in de ICE richting Frankfurt-Vloekhaven. Eh, heet dat station. Een nieuw station in Frankfurt. Die trein ziet er hartstikke modern uit. Dat is zo'n ding wat hoge snelheden kan bereiken. Als je denkt dat hij dat op het eerste deel van het, van het traject ook doet, daarvoor je je kapitaal in. Want hij, wat zal ik ervan zeggen van die trein, hij boebelt een beetje. En af en toe gaat hij ietsje harder rijden. En dan gaat hij ietsje minder hard rijden. Je hebt ook het gevoel die, die dat, dat, dat de machinist voorin ook volop geniet van het landschap en kijkt wat er zo langs het spoor groeit. Eh. Uh, je maakt, hij maakt de indruk dat hij op geen enkele manier ook maar één gehaast heeft. Dus na relatief veel tijd, kom, waarschijnlijk ook omdat het sporen in Nederland dus niet geschikt gemaakt is om wat harder door te rijden. Na een tijd arriveer je in Keulen. Neem even een slokje water om de spanning op te voeren. Ja, we hangen aan je lippen nu. Ik ben benieuwd wat in Keulen gaat gebeuren. In Keulen stonden we een minuut of zeven stil. Ik dacht dat gaat al gek. Waarom staan we zeven minu minuten stil? En jawel, dat werd ongevraagd door een vrouwenstem dat uh, de trein was defect. Wat het defect was, was niet helemaal duidelijk. En bovendien kon ze ook niet uitleggen hoe lang het zou duren voordat het defect weer hersteld zou worden. Dus om deze eenvoudige reden leek het haar handig dat al die honderden passagiers in die ICE, dat die zo snel mogelijk de trein zouden verlaten en een perron verder zouden instappen, perron 6 geloof ik, uh, in een nog gereedstaande hogesnelheidstrein richting het zuiden in brede zin. Dus ja, je begrijpt wat er gebeurt, honderden mensen met, met koffers en zo uh, klommen uit die trein, zo'n trap naar beneden en dan een eindje lopen, dan weer een trap naar boven. Ook bejaarden met zware koffers, dat had ik dan weer gelukkig niet. Dus eh, tenslotte werden wij in een trein die al vrij druk was, werden wij geperst. En eindelijk zaten wij daar. En die trein die begon heel, heel langzaam, begon die trein te rijden. En toen keken wij al die honderden slachtoffers van dit systeem keken naar buiten. En wat zagen ze daar tot hun totale verrassing... De trein die ze zojuist verlaten hadden, op advies van de diverse gezagsdragers ter plaatse, die trein die begon ook te rijden. Weet de kapotte trein begon ook te rijden. Sterker nog, de kapotte trein startte een stuk sneller dan de trein waar wij allemaal ingeperst waren. Dus tot onze ontzetting, er ging ook een soort 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 zucht gingen door door de coupés, nietwaar? Eh, dat we al die moeite hadden gedaan om die trein te verlaten, en dat die trein vervolgens eerder vertrok uit Keulen dan de trein waar wij in zaten. Oké, okay, so far, so good. In plaats dat iemand de moeite had genomen, eens te kijken wat er dan eigenlijk kapot was, hoe lang het zou duren om dat te maken, nee, ze dachten hartstikke handig, we proppen een paar honderd man met bagage <laughs> in een andere trein, en dan zijn we van dat verzoden, niet, dan zijn we ook af. Uh, die trein, die moet ik zeggen, die waar we gepest waren, die reed wel hard. En kwam tenslotte aan op Frankfurt Lufthaven, als ik het me goed herinner. Maar wat bleek, omdat we nu in een verkeerde trein zaten, moesten we van Frankfurt Lufthaven, moesten we met een soort, soort uh, superboemel, moesten we naar Frankfurt Hauptbahnhof. Maar werd gezegd dat was helemaal niet zo'n groot probleem, want wij stonden op Gleis. Wij zouden aankomen op Gleis 5. En de trein, die andere trein, zou vertrekken op Gleis 6. Waardoor je denkt: ah, dat is handig, je stapt uit, vervelend, onvermijdelijk, je moest er daar toch overstappen. Uh, er werd ook dan gezegd: er moest wel een beetje haast gemaakt worden, want hij zou op vrij korte termijn zou gaan vertrekken. Moet je weten dat in het oorspronkelijke schema wat ik op mijn kaart had staan, zou er 40 minuten zijn om rustig over te stappen in Frankfurt. Niet dus, want wat bleek toen we eenmaal op Frankfurt Hauptbahnhof aangekomen waren, wat bleek lijn 6 dus niet aan de overkant van de perron te zijn, maar een heel ander perron. En, het, en dat is een kopstation Frankfurt Hauptbahnhof. Dus je moest eerst naar het eind van het perron. Dan weer een eindje lopen en dan weer op gly 6 weer in de gereedstaande trein zien te komen. Allemaal weer met de bagage in de hand. Allemaal in principe veroorzaakt door het volkomen dysfunctioneren van die Deutsche Bahn. Anders kun je het in feite niet noemen. Nou ja, vervolgens zijn we in die andere trein gestapt. En ik moet toegeven, die is tenslotte ook vertrokken richting Wenen. En die is daar tenslotte redelijk op tijd aangekomen. Maar. Wat ik toch weer niet verwacht had. Die trein die stopt bij elke dikke boom. Ik ben bij stations gestopt waarvan ik niet wist dat ze überhaupt bestonden. En dan keek je er uit en dan denk je, waarom zou je een rotstaam stoppen? En dan zag je pas eigenlijk dat het zo, nou ik moet de Amsterdamse tram zou zijn voor die haltes geschaamd hebben. Dat kan, <laughs> dat, kan ik je, dat kan ik je wel zeggen. En ook vind dat raar, dit zijn supersnelle treinen waar we miljarden aan hebben uitgegeven. Dat gekke geboemel van die treinen. Ja, alsof, ze, alsof ze ook, nou wat lekker gezellig. Ja. Je kunt net zo goed in een, in een trein met een stoomlocomotief gaan zitten. Dan zou het allemaal ongeveer even lang duren. Het was dramatisch. Ik kan het niet anders zeggen. Dus ik kwam al volledig ontregeld aan in... Wenen, na dit avontuur met de Deutsche Bahn. Je begrijpt ook dat ik mijn conclusies hieruit zal trekken. Ik zal het retourtje gebruiken, dat wel. Maar ik hou op met treinreizen in Europa. Ik had tot op heden hele goede ervaringen met treinreizen in Europa, namelijk met de Eurostar naar Londen. Nooit iets mis. Hele prettige trein. Duurde ook niet zo godvergeten lang. Bovendien rijdt hij ook normaal hard. In plaats van dat rare geboemel. ...dan begrijp ik ook niet. En dan rijden ze even een stukje hard. En dan gaan ze weer wat langzamer rijden. En dan gaan ze nog langzamer rijden. Mooi, meestal door een vrachtwagen gepasseerd. En nou, het is het, wat een systeem zeg. Of is het godsmogelijk. Maar het valt op zich wel mee, en, toch? Want er zullen veel mensen zijn die met de NS vaak reizen. Die zeggen, ja, dit is voor ons daily business als je dagelijks met de trein moet. Het klinkt niet heel erg schokkend, moet ik zeggen. Oh, nou, Ik vond het enorm schokkend, eerlijk gezegd, want je... er is een hele discussie gaande over het feit dat we in Europa bezig beter met de trein kunnen reizen dan met het vliegtuig, om de bekende idealistische en praktische redenen. Als je er dan zo'n onbeschrijfelijke puinzooi van maakt, als je voortdurend, want ja, wie zijn er dan eens een trein? Veel oudere mensen met bagage, die maken toeristische reizen, en dan laat je ze voortdurend in een soort looppas situatie, niet nietwaar, van het ene spoor naar het andere rennen, omdat je je boel niet in orde hebt. Hè? Je jaagt mensen een trein uit die vervolgens iets eerder vertrekt dan de trein waar je ze ingejaagd hebt. Dat is, toch, dat is toch een vorm van gevaarlijke krankzinnigheid. Ik ben ook eens met de trein naar de Berlijn geweest. Daar was op zichzelf niets mis mee. Maar die stopt ook bij elke dikke boel. En dat is een ding. Je waar is hij nou goed voor? Als je dit verkeer beter kunt organiseren, dan zijn mensen wellicht van plan of bereid om niet in dat stomme vliegtuig te gaan zitten. Want het vliegtuig blijft al zijn bekende bezwaren houden. Namelijk dat je drie dagen van tevoren op de luchthaven moet zijn. En dat je dan uh, voortdurend moet wachten op een plek waar minder stoelen zijn dan er eigenlijk in het vliegtuig zitten. Nou, de al de bekende ellende die met het vriezen schijnt samen te hangen. Je kunt het ook. Kort samenvatten, het hele reizen, het hele reizen is een gigantische wanorde. Het werk van mensen die er niets om geven, die het geen bal kan schelen of het goed werkt of niet goed werkt. De slachtoffers zijn, komen toch wel en die, gaan, en die gaan toch wel met vakantie. Dus wat kan het ze schelen dat ze er een puinzooi van hebben gemaakt. Maar als Europa wil dat mensen met de trein reizen... Dan zullen ze toch wel minimale maatregelen moeten nemen. En dan zwijg ik nog van het wonderlijke feit dat het reizen per trein aanzienlijk duurder is dan het reizen per vliegtuig. Hoe, hoe kan dat nou? Hoe, waarom kan dat niet ook een beetje redelijk georganiseerd worden? Ja, je je denkt niet dat dit een incident was? Nee, want eh, ik weet niet of je het je herinnert, maar toen ik deze treinreis aankondigde. Opgewekt en wel, wat een leuk idee met de trein, kunnen buiten kijken, al dat soort kletsboek meer. En toen hadden hebben wij een brief gekregen of een mail van iemand, ja, zei die, ik heb veel ervaring met treinreizen in, in Duitsland en ik kan u verzekeren, het is één grote wanhoor. Had, had ik daar nou maar naar geluisterd, dan had ik het niet gedaan. En ik moet je zeggen dat ik nu toch goed. Ik zal het retourtje gebruiken. Dat zal ik doen. Met je zonder van geld om het niet te doen. Ik ben me niet of er nu in slagen om min of meer zonder al te grote uh, chaos in mij terug te bezorgen in Utrecht op de juiste tijd. Maar uh, ik uh, hou op met. Ik ben ga meteen ophouden met de rijden. Maar welke alternatief heb je dan nog? Want vliegen wil je ook niet meer doen. De trein valt nu ook wel af. Ja, dan moet je met de bus. Ja, dat is net precies wat je zegt, de bus. Een prima vervoermiddel, niets mis mee. Je zit er minstens even comfortabel in als in de trein. En ook voor dit soort van toeristische reizen is de bus een ideaal artikel. Want ze verkopen nooit meer op zo'n reis stoelen dan 25 stuks. Dat betekent dus dat iedereen in feite een ruime zitplaats heeft in de bus. En dat niet alleen, ook voor de lezingen. En de, oe, mijn installatie dreigt hier in elkaar te storten op mijn bureautje. Het is wel ik zeggen: een hotel met bureautjes. Maar ik ook nog eens even de stand breken over hotels die geen bureautjes hebben op hun kamer. Wat een klote hotels dat zijn. Maar goed, uh, ja, dus de, ik juich de bus van harte toe. Ik meen ook dat ik al een keer eerder een lans heb gebroken voor de bus. Want in de bus kun je ook, de bus hebben prima geluidsinstallaties. Je kunt ook een lezing houden in de bus. Het duurt misschien wat langer, maar ik denk dat het niet eens zo heel veel uitmaakt met die. Kijk, als die snelle treinen ook snel zouden rijden, dan zou er niks aan de hand zijn. Maar dat doen ze dus helemaal niet. Er zijn maar een paar korte trajecten dat ze werkelijk hard rijden. En dan heb je het weer. En dan beginnen ze weer zo gezellig. Dat heerlijke boemelen. Niet waar, met zo'n trein die in principe 300 kilometer per week kan rijden. Wat natuurlijk te gek voor woorden is. Dus ja, ik, ik breek een lans voor de bus. Comfortabel, tegenwoordig prima. Uh, luchtverversing. Je kunt een hele prettige lezing houden. Je kunt goed uitkijken. Hard gaan ze ook niet, want die bussen mogen ook niet harder dan 100. Kortom, je kunt zeer omvangrijk kijken naar het passerende landschap. Leven. De bus. Ja, mensen kijken erop neer. Een bus. Hè, je denkt al gauw dat je moet gaan zingen in verband met het, met het schoolreisje en zo, maar dat is helemaal niet zo natuurlijk. Het treinverkeer is een zooitje. Uh, het, het luchtverkeer is nog veel erger in allerlei opzichten natuurlijk. Een chaos. Een, een zeldzaam inefficiënt systeem wat mij betreft. Maar de bus is prima. Ik heb nooit gebruik gemaakt van zo'n snelbus, maar misschien zal ik dat ook nog eens een keer doen. Maar voor zo'n eh, nou cultureel uitstapje als waar ik nu mee bezig ben, is de bus perfect. Ik kan niet anders zeggen. Perfect. Ik kreeg, had je wel een zitplaats in die trein, die tweede trein waar je in moest? Nou, dat was wel een beetje. Ik moet je zeggen dat ik me daar niet al te sympathiek heb opgesteld. Ook alweer niet? En er, Was je ook alweer boos? Ik kon een beetje voordringen, omdat ik zo'n lichte, lichte bagage had. Ik heb maar een heel klein koffertje. Er waren mensen bij zich, ja, dat begrijp ik ook niet, die zo'n koffer bij zich hebben, waar je denkt, daar zitten de restanten van een geslachte olifant in. Dat is echt, <laughs> echt verschrikkelijk gewoon. En toen ging ik daar zitten en toen ja, zei nog iemand van, dat ik daar echt niet mocht zitten, want ik zeg dan nog even bij ik wijs de eerste klas met besproken plaatsen. He, waarom? 38 stoel 41. He, maar hier had je natuurlijk in een trein waar je in wordt, niet waar door de Duitse baan, daar had je natuurlijk geen vaste zitplaats. Dus Die heb ik toen ingenomen. En toen was een oudere mevrouw die was boos dat ik daar geen zit, Ik geloof omdat ze dan minder goed naar buiten kon kijken, maar. Ja, dat komt me nog niet zo verschrikkelijk verschelen. Ik moet zeggen, ik zat gelukkig naast een hele verstandige en rustige Nederlander. En die heeft nog voor me opgezocht wat voor manier ik toch tenslotte in Frankfurt in de juiste trein terecht kon komen. Maar wat een avontuur zeg. En dan kun je zeggen, ja, dat is toch leuk. Dat is toch wat reizen leuk maakt. Ja, dat er iets, iets avontuurlijks gebeurt, waar het nu al, wat is het, drie kwartier over zit te zeiken. Dat begrijp ik ook wel. Maar dat zeiken is ook met de beste bedoelingen. Als je mensen in treinen wil laten reizen in Europa, zorg dan voor betere dat het in orde is. Dat het niet een zooitje is. En, en nou ja, het vliegverkeer is zo erg, daar zal ik me verder maar niet over uitspreken. Nee. Nee. Nou, je bent uiteindelijk aangekomen in Wenen. Ja. Wat hebben jullie de afgelopen weken en de afgelopen dagen allemaal gedaan? Nou, een enorme hoeveelheid nuttige dingen bezocht. Als je wil dan zal ik het even gedetailleerd uit het programma voordragen. Maar ik moet zeggen dat Wenen merkwaardig genoeg. Ik denk dat ik jaren 6, 7 niet in Wenen geweest ben. Vroeger ben ik vaak in Wenen geweest. Maar het, het, en ik dacht eigenlijk in mijn onbeschrijfelijke naïviteit. dacht ik dat Wenen niet getroffen was door het noodlot van Amsterdam en Berlijn. Namelijk die enorme massa... Gaan er rondzwervende toeristen, meestal onder de 25, waar je altijd van denkt: wat doen ze hier aan godsnaam? Want ze maken de indruk dat ze zich een ongeluk vervelen. Eh, en dat is nu ook overwenen, is, dat, is dit noodlot uitgestort, zal ik maar zeggen. En eh, ja, wat moet je daarvan zeggen? Het is natuurlijk heel elitair wat ik te melden heb: dat ik het verdomd vervelend vind dat Je overal voor de voeten wordt gelopen door enorme massa's. Giegelende meisjes die foto's van elkaar maken. Eh, ja, dat, zou zeggen, dat kun je ook wel in, in kopen. Daar hoef je niet voor naar Wenen, zou ik zeggen. Eh, maar ik vond het jammer. Dat moet ik zeggen. Eh, eh, vaak ook, trouwens, ja. Het kan het nog veel erger maken allemaal. We gingen natuurlijk. Ja, anders in Wenen naar Schönbrunn en de, de, de stadbaan, ik geloof dat het hier de stadbaan heet, daar werd plotseling omgeroepen. Sorry jongens, de stadbaan houdt er halverwege mee op. Ja, dan moet je er dus ook weer uit. In een overvol station. Kerkelijk, <hijs> het, het was dringend. Een trap op in een overvol station. Dat is voor iemand die. Uh, een moeizame traploper is zoals ik, en dan moet je vervolgens buiten gekomen honderden meters gaan lopen naar het volgende station, want daar kun je de, de stadbaan dan weer opblikken. Maar ook op, dat, op de laatste keer dat ik in Schönbrunn was, daar is daar zo'n enorm plein voor dat paleis. Ja, dat plein was leeg, dat gaf ook een ruime blik op het paleis zelf. En nu was het nou ja, niet leeg, er stonden denk ik. Uh, 10.000 hutjes waar je al een totaal overbodige rotzooi kon kopen, nietwaar? Ook dat het gevolg natuurlijk van het moderne massatoerisme. Want als mensen iets willen, dan is het liefst volstrekt overbodige rommel kopen, waar ze niks aan hebben. Maar dom, het was dolle pret. Laat ik er direct bij zeggen. Ik heb, eh, wat ik ook openstel sociale eigenaardig vond, maar toch. Ik ben dol op het Kunsthistorisch Museum hier in Wenen. Dat was de eerste zondag dat we waren gesloten. Dus toen ben ik naar het Leopoldmuseum geweest. met een aantal van de reisgenoten. En het Leopoldmuseum, wat ik ken als grotendeels verlaten. Meestal was je daar met tien andere mensen of zo wat druk, druk, druk. Nee, je begrijpt ook al hier. voor iemand het Leopoldmuseum moet je nogal wat trappen lopen. Want de hoofdexhibities zijn op de verdieping drie en vier. En je bereikt al, de helft van de liften was de vee, Namelijk van de twee liften was er één, Oudse Ordnung. Uh, nee, Oudse Betriep is het juiste woord natuurlijk, Oudse Betriep. En dan sta je daar weer, oh is het gods mogelijk, daar sta je weer in de rij als moderne toerist. Uh, niet waar? Omdat, ja, je kunt, hoeveel mensen kun je zo'n lift kroppen? Stuk of tien of zo, maar dan is dat dus ook wel. eens, dan moet je weer. Als je niet de eerste tien bent, moet je weer wachten tot de volgende. Nou, ook weer zoiets. En daarna ben ik natuurlijk meerdere malen naar het Kunsthistorisch Museum geweest. Ik vroeg, wat toch niet een onredelijke eis is: heeft u een weekkaart voor het museum? He? Dat je die week zo uh, vaak kunt gaan. Nee, die hadden ze niet. Al was een weekkaart, dan kon ik wel een jaarkaart kopen. Ik heb een jaarkaart gekocht. Dat kost 53 euro. Dat is geen informatie voor de moderne toerist. En ja, dan mijn bol die stort hier steeds in elkaar. <laughs> ja, voor de luisteraar Maarten heeft zijn telefoon eens dus tegen een boek staan en dat zakt steeds naar beneden. Ja, het boek heet Urban Jungle. En dat zakt steeds naar beneden. Dus ja, nu ben ik, heb ik dus 53 euro uitgegeven voor een jaarkaart. Maar ik, ik ga zo, zodra ik dit fijne op binnen een gesprek achter de rug heb, ga ik weer naar het Kunsthistorisch Museum. En dan heb ik het er al uit. Dan ben ik al drie keer geweest. Want ja, ik moest natuurlijk gaan kijken naar Jagers in de Sneeuw. Ik weet niet of het mijn uh, aanbeveling is geweest, maar ook voor Jagers in de Sneeuw stonden grote groepen van personen om naar Jagers in de Sneeuw te kijken. En veel Bellen die Italianen weer? Wat? Bellen die Italianen, heb je die ook gezien? Nee. Het aantal luidruchtige Italianen was deze keer niet, niet zo verschrikkelijk groot. Nee. Wat, je vooral, wat me vooral ook daar weer trof, waren die. Ja, van die meisjes. Ja, sorry. Minder jongens, meer meisjes, ik weet. Die dan zo volkomen ongeïnteresseerd door zo'n museum Dat je denkt: maar waarom zou je er naartoe gaan als je, als je uitstraalt op alle denkbare manieren van hoe zijn we hier in een grotsnauw terechtgekomen? Is valt hier nog iets te blijven buiten het maken van foto's van elkaar? Nee. Ja, dat, dat, ik vind dat wonderlijk. Ik vind dat wonderlijk. Je kunt natuurlijk niet een soort diploma muziek, museum bezoeken, vragen. Maar je wordt, het, je wordt er niet te opgewekt van. Ze hebben wel maar was een... Jagers in de sneeuw wel mooi? Stond het er goed bij? Ving het er goed bij? Ja, die dingen zijn in topconditie. Die zijn in topconditie. Vooral ook omdat Breugel eigenlijk vaak... Eh, de, en de verfheid licht opbrengt. Dus waardoor het ook, natuurlijk na al die honderden jaren, op slotverrekening, is het zo'n 400 jaar uit ondertussen. Uh, die is, dat ziet er prachtig uit. Bonin is natuurlijk het kunsthistorisch museum, maar echt een, een fantastisch museum. Ik heb een andere favoriete schilder, die heet Balotto. Uh, dat is een neef van, uh, hoe heet die, uh, van schilder van Venetië, Canaletto heeft een neef die heet Balotto en dat zijn fantastische schilderijen en dat had wel weer het grote voordeel dat, je, dat er in die zaal natuurlijk niemand was, want Balotto is niet wereldbewonend en niet, niet uniek en zo maar het zijn schitterende schilderijen. Ik zal er ook nog een keer aandacht aan besteden. Bovendien is het Kunsthistorisch Museum eh, voorzien van de meest fantastische zitmeubilair. Namelijk een soort grijs fluweel. En je kunt daar heerlijk zitten. Het had iets strategischer opgesteld kunnen worden ten opzichte van de schilderijen. Maar het is een, het is een, een enorme luxe als je, als je weer zo'n hele dag hebt rondgelopen in Wenen. Dat is het tenslotte in Wenen. Ik kan, als ik thuis ben zal ik nog een heel overzicht geven van alle unieke dingen die ik vandaag gedaan heb. We hadden vandaag een heel leuk, uh, heel leuk bezoek aan het Third Man Museum. Het Third Man is een fameuze film die in het Wenen van 1947, 1948 is opgenomen. En daar hebben ze een museumje aangeweid. Dat we zeggen, een enthousiast echtpaar heeft dat gerealiseerd. En vooral de rondleiding door mevrouw in het Duits kan ik warm aanbevelen. Voor het was bijzonder Een bijzonder aardig museum ook. Je denkt, wat is het? Kan dat nou wezen zo'n museum voor één enkele film? Maar het is echt leuk om te bezoeken. Ja, waar. Maar ondanks dat er dus veel dingen mis zijn gegaan, uh, ook wel iets leuks nog gedaan. Want er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja hij heeft zoveel ellende, waarom blijft hij niet thuis? Nou, het is natuurlijk duidelijk dat ik geleidelijk aan in een zodanige fysieke conditie begin te verkeren. En een zodanige leeftijd heb bereikt. Dat je vaak even flitste door je hoofd heen. Nee, nee, wat zou het eerlijk rustig thuis zijn geweest. Als ik gewoon achter mijn bureau naar buiten had zitten kijken. Nou, blijkbaar fantastische weer, wat het ondertussen in Nederland is geworden. Maar het, het weegt, de benen weegt nog net op tegen, tegen het ongemak van de reis. En het ongemak van het moderne massatoerisme. Kijk, ik, zou, ik heb niks tegen toeristen, maar. Laten ze dan ook de indruk maken dat ze het interessant en leuk vinden wat ze aan het bekijken zijn. En, en niet, niet, niet lopen stom lopen te giegelen en, en foto's van elkaar te lopen, lopen te maken. Dat, dat zou ik wel een prijs stellen, toch. Ja. En heb je vanuit daar ook nog wel een beetje de, het nieuws gevolgd? Of heb je, heb je zoiets van, nou oh, dat uh, zie ik wel weer als ik thuis ben? Nee, nee ik, ik, ik kijk natuurlijk wel even op teletext, maar, maar je raakt toch. Dat is altijd hetzelfde liedje als je in het buitenland bent, je raakt toch onthecht van, van Nederland. Je beseft toch dat het wel een heel klein landje is, wat een hele marginale rol speelt in het grotere wereldgebeuren. Ja, dat heb ik wel. Dan nou moet ik zeggen dat geldt voor Oostenrijk net zo. Oostenrijk is weliswaar qua oppervlakte, twee keer zo groot als Nederland. Maar qua bevolking helemaal niet. En ook, ook omdat Oostenrijk is een land. Met een vrij hoog niveau van onnozelheid, natuurlijk. Hè. Ja, het is een beetje een operettenlandje, toch? Waar merk je dat aan dan? Ja, aan alles in, in Oostenrijk. Behalve Wenen zelf, natuurlijk. Omdat Wenen zelf. Wenen is natuurlijk een hele zonderlinge stad. Omdat Wenen een wereldstad is. En dat is nog steeds goed zichtbaar. Omdat Wenen een wereldstad geworden is. Toen het de Dona-monarchie. De dubbelmonarchie een gigantisch groot land was. En in die zin is, is, heeft, is Wenen een wereldstad die zijn, die zijn achterland verloren is, om het zo maar te zeggen. En desondanks heb ik de indruk dat Wenen goed draait. Wenen is een, een attractieve stad, ziet er netjes uit, eh, in allerlei opzichten tevredenstellend, wel ook wel een erg veel auto's, maar ja, waar weet je dan niet, dus daar moet ik niet over piepen. Eh, nee, ik, ik hou wel van Wenen. Wenen, wel een fijne stad. Ja. En hadden we in de vorige aflevering over dat natieverleden, is daar nog iets van te merken eigenlijk in, uh, nou ja, in de dagelijkse gesprekken of in wat je daar tegenkomt in die stad? Uh, nee, daar is eigenlijk niks van te merken. Maar bijvoorbeeld die vrouw die ons in het Third Man Museum rondleidde, die legde nog eens haar fijn uit dat, dat uh, Oostenrijk zichzelf beschouwt en ook door de Alliërden in de tijd werd beschouwd als het eerste slachtoffer van en derde Rijk, wat toch al regelrecht de omzit is, omdat de overgrote uh, deel van de bevolking na de ansloes van 1938 gewoon fijn actief heeft samengewerkt met het, met het uh, nationaal-socialisme. Dus dat uh, vermelden zij keurig, en overeenstemming met de historische werkelijkheid. Maar dat is niet iets wat, wat laten we zeggen, als je in een café of in een restaurant zit, uh, rondzoomt, daar gaat hij weer mijn, mijn opstelling. Het is ongelooflijk werk. Zo glad is de bureau. De oppervlakte van het bureau. Dat het steeds naar beneden zakt. Ja, ik las ook. Ze hebben het ook in het onderwijs nu uh, heel duidelijk geïntegreerd. Hè? Dat die kinderen die daar op school zitten heel duidelijk uh, gewezen wordt op dat verleden. Oh, dat wist ik niet. Maar dat is heel echt. En dat is natuurlijk eigenlijk begonnen toen. Uh, uh, nou ja, met de, met de, de casus van Koert Waldheim. Die, die notabene de secretaris-generaal van de United Nations is geweest, de president van Oostenrijk. En waarvan bleek dat hij een actieve rol heeft gespeeld als inlichting officier van de, van de weermacht. En dat was een vrij pijnlijk gebeuren sinds de jaren 80 uh, is Oostenrijk zich veel meer bewust van dit nou ja, van dit Bruine verleden, om het maar even zo te zeggen. Miljoenen Oostenrijkers hebben gevochten in de weermacht. Uh, Bijna 15% van de SS was afkomstig uit Oostenrijk. Denk ook aan de diverse SS'ers die in Nederland een rol hebben gespeeld, die deels ook afkomstig waren uit Oostenrijk. Dus ja, na de jaren 80 is het hier wel geleidelijk ingedaald dat Oostenrijk een niet al te fraaie rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Dat nee. had, zonder meer een feit. Nee, ik las inderdaad. In de jaren negentig. inderdaad, dan hebben ze ook een fonds hebben ze in het leven geroepen om slachtoffers mee te compenseren. Ja, en ook zijn ook hier en daar monumenten opgericht en zo, dus ja. En die mevrouw van het museum die vermeldde het geheel spontaan in overeenstemming met de feit. Ja, heb je Hans Pekman eigenlijk nog gefeliciteerd? Wie? Hans Pekman, die was jarig deze week. Nee, zou ik hem moeten feliciteren? Nou, dat is toch een goede vriend van jou? Die ken je toch goed? Nee. Die ken ik helemaal niet goed. Ik heb Hans Spekman wel eens, wel eens ontmoet. Ik ben zelfs wel eens een eindje met hem meegereden. Maar uh, wij zijn niet op het niveau dat we elkaar met de verjaardag feliciteren. Nee. Oh, ik dacht dat jullie P van de A vrienden waren. P. Het woord alleen al, de woordcombinatie P van A vrienden, daar word ik niet echt gelukkig van, moet vrienden, ik. Vrienden, dat werkt anders, zal ik maar zeggen. Niet dat ik respect man niet alle goeds toewens, maar het is niet een persoonlijke kennis van mij. Dus nee, hij is 57 geworden. Dus zo. Dus, uh. Nou ja, daar gaat hij nog een hele zware tijd tegemoet. Nou. Hey, en Trump, heb je daar nog iets van meegekregen daar? Nou ja, ik heb gezien wat er natuurlijk in de New York Times stond, omdat ik daar een digitaal abonnement op heb. Heb ik, dat, heb ik daar wel naar gekeken? Ja, god, ik, mijn. mijn Inschatting was wat wij al geconstateerd hadden vorige week, als ik het weer me goed herinner, allemaal. Is dat het hem eerder, eerder goed dan kwaad doet. Daarover verschillen overigens de meningen. Maar we hebben ondertussen een verkiezingsuitslag gehad in de staat Wisconsin. En die was ronduit zeer bemoedigend. Daar bleek toch wat ook bij de, bij de tussentijdse verkiezingen was gebleken afgelopen najaar. Dat de kwestie van de abortus een, een enorm prominente rol speelt. Ik begrijp ook dat de Republikeinen, zeer terecht, zich daar enorme zorgen over maken. bij de presidentsverkiezingen van het volgende jaar. Dat ken ik toch die abortuskwestie. en bij en, en die enorme. Ja, rechtse reactie in de Verenigde Staten. dat dat uh, electoraal een, een rol van betekenis gaat spelen. Maar ik wacht, afwachten. hoe? Maar dat dat zal gebeuren, dat lijkt me wel duidelijk. En dat zal natuurlijk voor het leven een, een hinderpaal kunnen zijn. Hmm. Ja. En dan moet een, waar wij het ook over hadden, nog maar even afwachten of dit nou een voordeel of een nadeel voor hem is, ja, he, deze dat, hele zaak. Dat valt op dit moment niet te zeggen. Kijk, zijn, zijn aanhangers zullen er wel eh, enigszins door geactiveerd worden, neem ik aan. Wat een schande. Eh, politiek proces enzovoort. Eh, maar... Wat, wat daarvan het electorale effect is, laat staan volgend jaar. Daar, daar durf ik niks over te zeggen. Nee. En opvallend dat natuurlijk uh, aan de republikeinse kant... Uh, Pence, maar ook de Santis, zich nu allemaal achter hem scharen. Maar straks kan het natuurlijk ook weer tegen hem gebruikt worden... als ze binnen die republikeinse partij die strijd krijgen voor wie de, wie de kandidaat wordt. Ja, ik denk dat Pence natuurlijk en de Santis, die houden voortdurend kleine peilingen... en die hebben beter begrijpen wel dat de meeste republikeinen... Deze, deze aanpak van Trump afkeuren en beschouwen als politiek gemotiveerd. Hmm. Wat ongetwijfeld deels het geval is. Stond er in de New York Times nog iets van wat Trump nu nog meer te wachten staat? Ja, er bestaat van alles en nog wat te wachten. meer omdat wat die, deze kwesties, dat hij al die dames betaald heeft op, op een enigszins schaduwachtige wijze. Uh, omdat natuurlijk die kwestie uh, nog speelt van Georgia, waar uh, hij de gouverneur gebeld heeft met het verzoek 15.000 stemmen ergens vandaan te toveren, zodat hij Georgia kon winnen, dat kon verstrekkende gevolgen hebben. En ja, de, de, de hoofd, het hoofdpunt moet nog aan de orde komen, en dat is natuurlijk het feit dat hij een staatsgreep heeft gepleegd, of althans dat hij aan heeft gezet tot het plegen van een staatsgreep. Hoe? stomzinnig en verward en chaotisch die ook was en het blijft natuurlijk voor elk normaal denkend mens volstrekt verbazingwekkend dat iemand die in feite een staatsgreep antameert dat die vervolgens bij de volgende verkiezingen gewoon mee kan doen, dat is natuurlijk vreemd en geeft de enorme kwetsbaarheid van de Amerikaanse politiek aan. Ja, dus we krijgen nu eigenlijk een reeks aan allemaal zaken tegen hem, want dit is nu de eerste. Maar wanneer komt dan bijvoorbeeld voor die, voor voor die kapitoolbestorming? Wanneer gaan ze ik dat heb, behandelen? Ik heb geen flauw idee. In Amerika werken de juridische molens altijd enorm traag. Je kunt op allerlei manieren kun je de boel saboteren en vertragen. Nou, het, overigens, dat zeg ik nu, maar we weten zelf dat bij allerlei. Uh, kwesties in Nederland, ook die, die, die juridische molens wel heel erg langzaam draaien. He, waardoor allerlei mensen natuurlijk heel langzaam, heel erg lang als verdachten beschouwd kunnen worden, terwijl ze theoretisch bestaat altijd de mogelijkheid dat ze vrijgesproken worden. Ja, ja. dan las ik wel dat, dat juristen in de Verenigde Staten uh, toch wel uh, verbaasd waren over dat juist deze zaak met Stormy Daniels, dat die wordt uitgelicht en dus ook wordt, uh, voor de rechter wordt gebracht. Terwijl er dus andere zaken zijn, die jij ook al noemt, die veel makkelijker te bewijzen zijn. Ja, maar dat is dat maar de vraag waar dat aangekaart is, uh, hoe die rechters erop hebben gereageerd. In, in New York was het natuurlijk een zeer activistische officier van justitie. Dus dat daar maken allerlei persoonlijke en, en, en praktische lokale details uh, bepalen hoe snel het gaat, of dat het überhaupt gebeurt. Hmm. Ja. En wat, wat Trump zegt, dat is een inmenging in de verkiezingen. Ben je het daarmee eens? Ja, het is een inmenging in de verkiezingen. Maar dan moet Trump zich maar wat fatsoenlijker gedragen. Laten we wel wezen. Trump is natuurlijk gewoon een politieke crimineel. in allerlei opzichten. En zeker, hmm. ja, denk aan de staatsgreep. denk aan Georgia. Ja, Trump deugt niet. Maar dat, daarmee zeg ik nou bepaald niks nieuws. Ja. En nog één ander dingetje uit de Verenigde Staten, dat zijn die geheime documenten hè, die nu gelekt zijn over de oorlog in Oekraïne. Ik weet niet of je die ook in de New York Times gelezen ja, hebt. Ja, ik zag dat wel staan, maar ik, ik heb niet eh, al, al detail gezien wat precies de problemen waren. Nou, verschillende documenten zijn dus nu gelekt. Nou, verschillende details, ik zal het op hoofdlijnen even samenvatten. In ieder geval staat daar informatie in over die oorlog in Oekraïne. Ook eh, informatie over het tegenoffensief van dat land. En de vraag is nou een beetje van, ja, zijn dit bijvoorbeeld Russen die dit bewust hebben laten lekken om nou, in die informatieoorlog ook uh, invloed uit te oefenen? Maar hoe kunnen, hoe kunnen de Russen informatie lekken over de plannen van de Oekraïne? Dat begrijp ik al niet helemaal. Nou, ze kunnen ingebroken hebben op een systeem van de Amerikanen en dan die informatie eruit hebben gehaald. En die hebben ze nu via sociale media, hebben ze die de wereld ingeslingerd. Is, is hier ook niet een mogelijkheid dat, dat dit, uh, laten we zeggen, fake news is, is om... De tegenstander op het verkeerde been te zetten? Ja, dat wordt gezegd. Want een van die documenten, daar was ook in geknoeid. Want dan zouden dus het aantal Russische slachtoffers zou naar beneden zijn bijgesteld. Nou, kijk aan. Dus dat, dat kan ook dus nog een soort manipulatie van het nieuws zijn. Ten bevoordelen van. Nou ja, of dat dan Rusland is. Ik zag ook nog staan. Dat Rusland nu bij Bach wel vorderingen maakt. Het is nooit duidelijk hoe dat precies zit. En je moet daar gewoon afwachten hoe het, hoe het uiteindelijk gaat lopen. Uiteindelijk wachten we allemaal nog op een, op een serieus zomeroffensief van de kant van de Oekraïne. Kijk, het is, het is voor de vechtende partijen altijd een, een heel aardig spel om suggesties te wekken dat je iets gaat doen wat je tenslotte helemaal niet doet. Of dat je iets ergens gaat doen maar dat tenslotte op een heel andere plek toeslaat. Dat is natuurlijk... Op dit terrein is er alle voordeel uh, licht aan de kant van de, van de personen die de suggestie wekken uh, dat er iets gaat gebeuren wat niet gaat gebeuren. Ja. Uh, hoe je hoeft maar aan die idee te denken, nietwaar? En je weet dat dat ingrijpende misleiding van de tegenstander een enorm nuttig wapen is. Hey, Ko van Kuik heeft nog een vraag voor jou, die gaat ook over Oostenrijk. Hij zegt, ik ging vorig jaar ook uh, naar dat land om te fietsen met een zelftrapper. Hij vond het een hele leuke ervaring en hij vroeg zich af tijdens zijn reis uh, wat het met een mens doet wanneer je in het stroomgebied van de Donau leeft. Dat is een enorm groot gebied waar alle wateren richting de Zwarte Zee afstromen naar het oosten. Is dit cultureel en politiek te onderscheiden van mijn belevingswereld, namelijk de Atlantische Oceaan, zegt hij. Nou, dat weet ik nou zo net niet, hè. Ja, als je de Donau ziet, dan valt het je natuurlijk wel op dat die vooral naar in de richting, in de oostelijke richting stroomt en niet in de westelijke richting. Hoewel ik niet weet of er niet ergens een bocht in zit die die suggestie zou kunnen wekken. Eh, ja, wat moet je daar in algemene zin van zeggen? Dat veel landen waar de Donau doorheen stroomt, natuurlijk, daar gaat mijn opstelling weer. Veel landen waar de Donau doorheen stroomt. Eh, niet in allerlei opzichten een gelukkige geschiedenis achter de rug hebben, omdat natuurlijk eh, ja, Oost- en Centraal-Europa en zeker ook de Balkan, ja, notoren, moeten we dat zeggen, rotzooigebieden zijn, landen waar oorlogen waar vervoerd zijn, waar, waar, ja, die lange, lange probleemgeschiedenis achter de rug hebben. Zeker nog, juist dat soort van landen eh, waren voor vroeger natuurlijk Komen we terug op die Dona-monarchie, vormde een onderdeel van de Dona-monarchie. En eigenlijk was die Dona-monarchie voor veel van die landen en bevolkingsgroepen daar een grote zegen. Maar uiteindelijk wilden ze allemaal zelf natietje spelen, want je weet hoe fijn het is als je eigen postzegels hebt, eigen muntbiljetten, en grenzen met douaniers met petjes op, en ja, de hele bliksemse boel van, van het natietje spelen. En daar, ja, zodoende is dat die Donaumonarchie uit elkaar gevallen. De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en van al die nationalistische sentimenten, die, die begrijpelijk zijn, maar in allerlei opzichten ook veel nadelen met zich mee kunnen brengen. En toen is natuurlijk in Oost-Europa en in Centraal-Europa en op de Balkan eigenlijk een. Een enorme hoeveelheid betrekkelijk kleine en, en niet erg valide staartjes tot stand gekomen. En laten we zeggen, het moderne Hongarije is nou niet dat je zegt: jongen, 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 wat een vitale productieunit is dat nu geworden. En daar geldt voor dat ook wat je wel hebt in, in Oost-Europa: een soort nostalgisch idee van: zo gek was die dona monarchie nog niet. Hè. Je ziet dat ook ten aanzien van Frans Jozef, de ene laatste keizer van die donau dat hij eigenlijk een hele grote sympathie geniet, omdat het een weliswaar enorm autoritaire en, en vreselijk gelovige man was, maar het was wel een fatsoenlijk mens in allerlei opzichten. En daarover is een hele harde boekje geschreven, want dat dit, dit verhaal reist natuurlijk onmiddellijk op, dat al die landen, eh, nadat het, de Koude Oorlog was afgelopen, onderdeel zijn geworden van uh, de Europese Unie. En ervoor zorgen dat ze natuurlijk niet politiek kansloos zijn wat ze zouden zijn geworden zonder de Europese Unie. Ik bedoel hadden al die landjes uh, in feite in godsnaam een zelfstandige en vitale economische uh, rol kunnen spelen zonder de Europese Unie. En uh, hmm. vandaar dat je eventueel de Unie kunt vergelijken met de Donaumonarchie en dat wordt heel leuk gedaan. In het boek van Caroline de Guider, eh, wat als titel heeft, ik moet het even uit het hoofd doen. Eh, eh, beter wordt het niet als ik, maar goed, beter, word, kan ik warm aanbevelen, en daar zie je aan. Hoezeer natuurlijk waar al die ruziemakers in Oost- en Centraal Europa eigenlijk zowel de donamonarchie missen als een, een eh, enorm veel voordeel hebben van de Europese Unie. Wat ze overigens vaak ontkennen. Ze, ze, hadden, ze zijn altijd bezig te klaren en te zeuren. Maar in feite zouden ze zonder de Unie. Eh, volkomen kansloos zijn. Ja. ja. Albert Hartman heeft ook nog een bericht over gestuurd. Hij zegt. van je had het inderdaad over het Hamburgse Rijk. in eerdere afleveringen. wat ook wel eens de voorloper van de EU eh, wordt genoemd. En hij zegt inderdaad, in dat kader is dat uh, boek wat jij net noemt van Caroline de Guiter uh, de moeite van het lezen waard, waarin zij beschrijft welke restanten van de uh, Habsburgers nog steeds terug te vinden zijn in het Weense. En ja. daarnaast worden er ook parallellen en verschillen met de huidige EU blootgelegd. Ja, daar is ook al eerder door de allerlei mensen over geschreven, dat je vaak natuurlijk in, in, in Oost-Europa de restanten van die dona dat je die nog vinden kunt. Vergeet niet dat een stad als, als Lemberg, eh, tegenwoordig Liffre, heette, dat was een onderdeel van de Donaumonarchie. Ja, dat is eh, in die zin, het hele westen van, van de Oekraïne, was oorspronkelijk een onderdeel van de Donaumonarchie. Ja. Dus tenslotte, eh, je hebt dat gekke verhaal, als je, als je op die plek had gewoond ongeveer, dan heb je in de afgelopen tientallen jaren, of in de afgelopen eeuw, ik geloof, vier verschillende paspoorten gehad, dus zowel de, de een paspoort van eh, Hongarije, onderdeel van de donau als van Polen, als van de Sovjet-Unie en nou ja, nu dan van de Oekraïne. Ja. Nog een kleine rectificatie. We hadden het eerder over de Nacht van uh, Wiegel. En Dick Veldkamp wijst ons daarop. Hij zegt, de Nacht van Wiegel die ging niet over de verkiezingsprocedure, zoals we daar zeiden, maar over het opnemen van het correctief referendum in de grondwet. En de nacht van Van Tijn, zegt hij, ging over de verkiezingsprocedures. Ah, nou, dat herinner ik mij dan dus niet zo erg helder. Maar goed, het ging wel, het ging wel weer over dat verdomde referendum. Laten we daar nou toch eens mee ophouden. Er ligt nu ook weer een voorstel bij de Eerste Kamer, als ik het wel heb, over het referendum. Dat moet dan weer goedgekeurd worden. Een referendum helpt niks. Een referendum heeft voornamelijk zeer ondemocratische gevolgen. Hmm. Jij gaat lekker naar het museum nu. Ja, ik ga dadelijk naar het museum. Ik laat de, de, de balie een taxi bellen, want ik vind het wel mooi met het wandelen, eerlijk gezegd. En dan ga ik weer fijn naar het museum. En dan ga ik vooral, nu ga ik, de, als je binnenkomt, er is een enorme hal... een plastic krap en schildering op het plafond. En als je naar links gaat, dan ga je naar de schilderkunst. En als je naar rechts gaat, ga je naar de klassieke oudheid. Vandaag ga ik naar de klassieke oudheid. Ja, dus als we de Wenenreis samenvatten, los van alle treinellende, is het dus vooral eten, drinken en musea bezoeken. Ja, zo zou je het wel, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, ontzettend fijne dingen om te doen, eerlijk gezegd. Ja, hartstikke is leuk. Gek om jou... Ja, jij komt bepaald luid en helder door. En dan zie je jezelf ook als een soort van wonderlijk wezentje onder in het beeld zitten. Ik ja. heb wel de indruk dat ik hoogrode, een hoogrode kleur heb, maar dat lijkt dat me zo? Ja, misschien heb je te veel in de zon gezeten. <laughs> ja, die zon. Ja. Het was hier vooral enorm koud. Koude wind, oude stof. Maar de zon scheen wel. Ja, ik geloof dat. Eigenlijk zou het nu zo moeten zijn. Dat de no normale temperatuur omstreeks deze tijd, dus begin april, wenen, is hier graad of 14, 15. Nou, we hebben de helft nog niet gehaald. Ja, maar ik zie in de weerspiegeling van jouw bril zie ik dus mezelf zitten. Dus ik zie hoe jij mij ziet. Oh, wat leuk dat we kunnen een schilderij ooit bespreken waar je in een, 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 een goed gepoetste lamp zie je in feite een weerspiegeling van de schilder. We zullen ja. dat schilderij in de toekomst, voorlopig mogen de, de luisteraars raden welk schilderij dat is. Er zijn er zelfs meerdere waar zo'n spiegeling te zien is van de kunstenaar die het aan het schilderen is. En dus die worden allemaal goed gerekend en u krijgt dan, eh, althans door Tom toegestuurd, een, een enorm leuk doosje met pepermuntjes. Of Eeuwig Roem. Of, dat kan ook. Nou, oké, okay, Eeuwig Roem. Nee, we bieden een treinreis aan. <coughs> Dat lijkt me een goed idee. Ja. Kun je misschien op de terugweg regelen? Ja. Oké. Okay. Daar. Hoi, hoi. Als je die aflevering over het natieverleden van Oostenrijk trouwens nog terug wil luisteren, scroll eventjes naar beneden in je podcast-app. Want in de beschrijving bij de podcast staat het linkje, zodat je hem meteen bij de hand hebt. En vind je deze podcast leuk en wil je de volgende aflevering niet missen? Volg ons dan in je app. Maar je denkt, waar halen ze deze godvergeten fascisten vandaan? Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen... Niet waar wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Nog een podcast luisteren? Luister naar de aflevering waarin wordt uitgelegd waarom het niet verstandig is om je mobiele telefoon s'nachts op je nachtkastje te laten liggen. De link naar de aflevering vind je in de show notes.